Okay, welcome allemaal. De eerste sessie, eerste breakout sessies. Before I begin, is there anyone in the room that does not understand Dutch? Nee? Wel die geen Engels begrijpen, zie ik. Dan doe ik het gewoon in het Nederlands. Dat is nieuw voor mij, want meestal doe ik deze in het Engels. Dus nou, hopelijk gaat het net zo goed. Welkom nogmaals bij de talk die gaat over Building Modular Java Applications in the Cloud Age. Helemaal buzzword compliant titel. En het idee daarvan is dat het eigenlijk uit twee delen bestaat. Het eerste deel gaat over het bouwen van modulaire applicaties. Dus wat is modularity überhaupt en hoe doe ik dat in de praktijk? En het tweede deel, daar komen wat cloud elementen in. En de reden waarom je die twee zo mooi met elkaar kunt combineren, heeft alles te maken met wat eigenlijk Hans tijdens de opening zei. En wat James daarna nog een aantal keren bevestigde. Het hele idee van disposable software, stukken die je weg kunt gooien en hoe dat samenwerkt. En experimenteren. En de cloud is daar het ultieme middel voor. Al is het alleen maar om je eigen IT-operatieafdeling te omzeilen. Oké, laten we gauw beginnen. Mijn naam is Bert Erdman. Ik ben een van de medewerkers van Luminous. Ik ben een fellow, zoals dat zo mooi heet. Niemand weet precies wat dat betekent. Mijn job description is een leeg A4'tje uit de printer. En dat is leuk, want dan kan je jezelf voor een deel bepalen. In de praktijk komt het erop neer dat ik bij klantprojecten betrokken ben voor een deel van mijn tijd. Maar vooral ook veel bezig ben met experimenteren met nieuwe technologie. Wat interne verantwoordelijkheden heb. En ik ben nog steeds actief ook met het geven van allerlei trainingen en lezingen. En dat doe ik eigenlijk over de hele wereld. Je zou mij ook kunnen kennen vanuit mijn NLJ-achtergrond. Ik ben meer dan 10 jaar een van de organisatoren van onder andere de JFOL geweest. Dus tegenwoordig heb ik het predicaat Serial Conference Organizer, omdat ik ook hier de hand in heb gehad. En ik ben een Java Champion, zoals dat zo mooi heet. En dat is gewoon zo cool, dat moet je gewoon op je introductieslide zetten. Dus vandaar dat het erop staat. Ik ben ook een van de auteurs van het boek wat je daar ziet. Het boek Building Modular Cloud Applications with OSGI. Wat een grote gelijkenis vertoont qua titel met de titel van deze talk. En dat is niet voor niks, want je zou kunnen zeggen dat dit de samenvatting van het boek is. Paul Bakker, met wie ik het boek samen heb geschreven, die staat in de ruimte hiernaast te presenteren. Dus we hebben geparalyseerd vandaag. Oké, waar gaan we het over hebben? Over het bouwen van modulaire applicaties. En waarom zou je dat willen? Nou, als ik eens terugkijk op een aantal van de recente projecten die ik in de afgelopen jaren heb gedaan, dan ben ik in een heel aantal gevallen betrokken geweest bij projecten waarbij de requirements niet echt meer op de klassieke manier naar voren werden gebracht. Nou, we hoorden er straks al wat over tijdens de keynote, maar meer en meer worden requirements bepaald door eigenlijk gekke ideeën. En bij sommige van onze klanten, kan ik wel zeggen, zijn het gewoon echt letterlijk gekke ideeën. En dan moeten we maar zien of dat überhaupt ooit iets zou kunnen worden. Bij andere klanten zit er wel iets van een business case achter en heeft het wel enige businesswaarde ook. Kenmerk van zulke gekke ideeën is vaak dat de requirements op dag 1 die kant uitgaan. En dan na een paar dagen zeggen ze, nou, laten we toch maar meer dit doen. En dan komt er een eerste release en laat je dan je klanten zien of je laat het aan je gebruikers zien. En die geven ook weer feedback. En dan gaat het weer van daar naar daar. En zo gaat het maar door. En als je daar de eerste weken mee aan de gang gaat, en we kennen dat gevoel allemaal, als je aan een nieuw project begint, dan is het wel eens leuk om gewoon wat uit te proberen en dan gooi je het weg en dan begin je weer opnieuw. Sommige mensen zouden dat ook na een paar jaar nog willen met een applicatie of na een paar maanden misschien. En soms moet je dat ook gewoon eens doen. Aan de andere kant, de hele tijd alles weggooien met je requirements veranderen, wordt op een gegeven moment wordt dat een beetje ingewikkeld en het is ook niet meer te doen om op tijd weer dezelfde functionaliteiten te kunnen bouwen. Dus wat wij nodig hebben in zulke projecten is aan de ene kant een stukje architectuur, aan de andere kant iets wat gewend is om te gaan met changes. En zoals jullie allemaal weten is architectuur de kunst van het nemen van beslissingen. Alleen als je die beslissingen genomen hebt in je architectuur, dan leg je ze heel vaak vast in steen. Ja? En als je dat doet, we weten allemaal dat steen niet heel bekend staat om zijn flexibiliteit. Dus als je heel sterk veranderende requirements hebt en dus je code de hele tijd aan het veranderen is, dan heb je een middel nodig om te gaan met die veranderingen. Eigenlijk de hele tijd. Nou, als je denkt in het kader van de cloud en je denkt aan experimenteren en aan het nieuwe features erbij maken, maar ook features weggooien omdat je klanten ze niet leuk vinden of dat je doelgroep ze niet leuk vindt, ja, dan moet je dus iets hebben wat tegen veranderingen bestand is en wat ook in staat is om stukken code gewoon weg te kunnen gooien zonder dat de andere kant van die code vervolgens omvalt.
Ja. Nou, de cloud is iets wat we moeten omarmen. Alleen al vanwege het experimenteergedrag wat je mee kunt doen. Anderszins, nou ja, misschien vanuit klassieke overwegingen, kostenbesparingen, dat soort dingen. De cloud is hier te steken voor de komende periode. En wat we niet willen is die oude man daar op het plaatje zijn die zich tegen verandering verzet. Het goede nieuws is dat ik dit praatje niet ging doen als ik het antwoord op al die problemen niet zou weten. En het antwoord dat bestaat eigenlijk al heel lang en dat heet modulariteit. Modularity is niet iets wat ik zelf verzonnen heb of wat we bij Bluminus verzonnen hebben. Maar modularity is iets wat nou, ik denk in de IT-literatuur teruggaat tot nou, ik denk begin jaren 70. Toen professor Edsger Dijkstra, jullie wellicht bekend, in zijn research notes voor het eerst iets schreef over modulariteit. Nou, in die tijd was het allemaal een redelijke onhaalbare kaart en dat had hij ook vrij snel geconstateerd. Maar hij zag modulariteit als een soort van ja, hogere vorm van architectuur, zou je kunnen zeggen. Als we het hebben over modulariteit, is het denk ik belangrijk om een soort van ja, common ground te vinden. Een soort van definitie die we ervan zouden kunnen geven. En eigenlijk als ik aan iemand modulariteit moet uitleggen, dan ja, ga ik terug naar voor mij eigenlijk de eerste aanraking met software development en software design. Terug naar ja, universiteit of naar HBO waar je gezeten hebt. Waarin je eigenlijk in een van de eerste lessen van software design deze twee stelregels leerde. Ja, daar ging het over het promoten van cohesie tussen afzonderlijke delen van je software en het proberen te voorkomen van koppeling, of in ieder geval van een sterke vorm van koppeling. En misschien, jaren geleden, had je geen idee waar dit over ging en dacht je, ja, het zal wel. En nu kom je dan full circle. En vandaag gaan we het er echt over wat dit dan betekent voor je software. Nou, als je het in een plaatje probeert te tekenen, ik heb mijn best gedaan, ik ben ook niet zo'n tekenaar, maar daar heb ik een plaatje. Dan zou je kunnen zeggen, stel nou dat die zwarte stippen daar op dat plaatje, dat Java classes zijn. Dan heb je altijd een aantal classes in je code, ja, die weten iets van elkaar. Die delen iets met elkaar en die hebben elkaar nodig om een bepaald stukje functionaliteit te kunnen aanbieden. Een stukje echt een functioneel ding van je applicatie. Die Java classes die een bepaalde relatie, een vorm van koppeling met elkaar hebben, die moet je isoleren. En die isoleer je met behulp van zo'n vierkantje. Je herkent de architecten in mij. Die tekent vierkantjes en lijntjes en dat soort dingen. Dus die isoleer je in zo'n blokje. En laten we zo'n blokje nou eens een module noemen. Dus die module die encapsuleert eigenlijk de kennis die die objecten van elkaar hebben. En dus de sterke vorm van koppeling. Die probeer je te scheiden van andere delen van je code. Waar je wellicht een vergelijkbare setting hebt. Andere klasses weten weer iets van andere klasses. En die isoleer je ook. Maar je voorkomt dat er lijntjes tussen alle stipjes zijn in deze tekening. Ja? En met behulp van die blokjes kun je vervolgens gaan bouwen. Met behulp van modules bouw je je applicatie. En tussen de modules zit ook weer een lijntje. Ik heb hem een andere kleur gegeven. Om aan te geven van ja, het is een relatie. Ja, het is een vorm van koppeling. Maar het is er eentje die door een ja, hele sterke vorm van een interface of een contract, zo je wil, is vastgelegd. Waardoor die modules een hele eenduidige vorm hebben om met elkaar te kunnen communiceren en om met elkaar samen te kunnen werken. En zolang jij als module aan dat contract voldoet, dan kun je zo'n module eruit pakken en hem vervangen door iets anders, wat aan hetzelfde contract voldoet. En zo kun je door blijven bouwen zonder dat je software omvalt. Dat is eigenlijk ja, de 2 minuten pitch van wat modulariteit precies is. Als ik het in Java zou willen doen, dan heb ik aan gewoon de plain JDK heb ik niet genoeg. Ik heb meer dan dat nodig. Want ja, Java heeft wel wat mechanismes om bepaalde delen van code van elkaar af te scheiden. Je hebt natuurlijk dingen als public, protected, private, dat soort zaken. Maar we hebben niet een mechanisme om echt het verschil te maken tussen stukken in mijn applicatie die ik wil delen en stukken die waar absoluut niemand aan mag komen te zitten. Dus daar heb ik iets voor nodig. Sterker nog, ik heb 2 additionele mechanismes in mijn JDK nodig, in mijn Java runtime nodig, die dit voor mij gaan doen. Zowel tijdens het bouwen van code als ook tijdens runtime. En daar is wat ik het uiteindelijk nodig heb. Die 2 modules die heb ik hier op de slide gezet. Laten we aan de linkerkant beginnen met het idee van modules. Dus die blokjes die je in mijn vorige tekening zag, die willen we eigenlijk werkelijkheid laten worden. Dus we willen onze applicatie opknippen in modules. En die modules die willen we echt fysieke dingen maken. Nou, in Java hebben we daar iets voor, dat heet jarfiles. Met jarfiles kan ik een aantal classes verzamelen of een aantal packages verzamelen. En die kan ik bij elkaar groeperen, bundelen, heb ik een unit van deployment bijvoorbeeld. Nou, dus die jarfiles zijn daar een hele mooie kandidaat voor. Alleen ik wil nog ietsje verder gaan en ik wil die jarfiles een iets striktere, wat iets striktere regels meegeven. Ik wil die jarfiles eigenlijk opknippen in 2 delen. Een publiek deel waar dingen in zitten die bedoeld zijn om te delen. En is, ja, zeg maar een private deel waarin implementatieklassen zitten, die wellicht sterke relaties met elkaar hebben en die niet
bedoeld zijn om te delen. Dus die van de buitenwereld afgeschermd moeten worden. En daar zie je een aantal varianten van. Dus je ziet A, B en C. En sommigen hebben allebei, zowel publieke classes als private classes. En anderen hebben alleen maar publieke dingen, dus zijn alleen maar bedoeld om te delen. En weer anderen hebben alleen maar implementatieclasses, hebben dus alleen maar protected dingetjes waar niemand anders aan mag komen. Nou, om die dingen met elkaar samen te laten werken, heb ik ook een importmechanisme nodig. Dus ik moet in de ene module kunnen zeggen dat ik dingen van de andere module nodig heb. En ik kan alleen maar dingen importeren uit het publieke deel van die module. Ja. Dus wat je kan zien, bijvoorbeeld module C heeft alleen maar implementatieclasses. Dus die kan wel importeren van B, maar B kan niet importeren van C, want daar zit niks publieks in. Oké, nou, dit is relatief eenvoudig voor elkaar te krijgen door wat regels met elkaar af te spreken, jarfiles te gebruiken, je classes onder te verdelen in je applicatie en je bent al een heel eind op weg. De tweede stap, en die is wel vrij essentieel, is dat we ook iets nodig hebben om vervolgens die private implementatieclasses op een of andere manier weer aan elkaar te koppelen. En daar hebben we het service registry of het service lookup mechanisme voor nodig. Dus er is een centraal ding in je applicatie, noem het de service registry. En daar kan ik als module mijn implementatieklasse aanbieden, die private is voor de hele, of voor de rest van de wereld. Ik maak een instantie van mijn implementatieklasse aan de hand van een publiek type. Dat registreer ik bij mijn service registry. En vervolgens kunnen er andere modules komen en die kunnen zeggen, hey, ik heb wel interesse in iets van dat type, wat een publiek type is. En dan kan die service registry zeggen, van, nou, dat komt goed uit, ik heb er hier eentje voor je, alsjeblieft. Ja, dus dit is eigenlijk een soort van inversion of control mechanisme. Een mechanisme wat je wellicht kent, ook uit traditionele development stacks. Als je bijvoorbeeld met Spring hebt ontwikkeld, ja, dan doe je met dependency injection doe je dit. Als je CDI gebruikt, dan doe je met dependency injection doe je dit. Als je vroeger wel eens ooit iets met RMI hebt gedaan, heb je ook een soort van RMI registry, ook een service registry concept. Dus dit is niet iets heel speciaals of iets heel nieuws, maar dit is hoe het werkt om zeg maar via een indirectie lookups van implementaties te doen. En dit is tevens een mooi mechanisme om die private implementatieclasses te kunnen instantiëren aan de hand van hun publieke type en ze op deze manier te delen. Nou, in een modulair systeem is het niet een statisch proces, wat maar één keer plaatsvindt, maar dit is een dynamisch proces. Dus modules kunnen de hele tijd komen en ook weer gaan. Dus als mijn applicatie draait, kunnen er modules bijkomen, maar er kunnen ook modules worden weggehaald uit een draaiende applicatie. Nou, om dit voor elkaar te krijgen in Java heb ik dus meer nodig dan alleen de JDK. Dus ik heb iets extra's nodig. En dat extra's wat je nodig hebt is een Dynamic Runtime Framework. En een van de meest gebruikte frameworks voor dit soort dingen is OSGI. OSGI staat al heel lang, ik denk al een jaar of 14, als het niet langer is. En ja, komt een beetje uit de plugin en de home automation wereld, waar precies dezezelfde issues spelen. En laat dezezelfde issues nou ook de issues zijn van de hogere vorm van architectuur die we modulariteit noemen. Dus wij gebruiken daar bij Luminous OSGI voor. Nou, zoals jullie wellicht weten is ook Jigsaw in de aantocht. Jigsaw is een modulariteitsmechanisme wat wel in de JDK komt. In eerste instantie, ja goed, er wordt al heel lang over Jigsaw gesproken. Het is een soort van mythe voor sommige mensen. In 2004 zou het er al komen. Inmiddels zijn we dik 10 jaar verder en het is er nog steeds niet. Dus dat is een hele belangrijke reden om er voorlopig nog even niet voor te kiezen. Het andere is dat Jigsaw vooral ook gaat over het modulariseren van de JDK zelf. Dus het in stukken knippen van de JDK zelf. Zodat je niet meer een 80 MB runtime nodig hebt om Hello World te kunnen runnen bijvoorbeeld. En er is ook een component in Jigsaw wat erop gericht is om wellicht ook je eigen applicaties te gaan modulariseren. Maar hoe dat precies eruit komt te zien, ja, het is allemaal nog niet final, het is er nog niet. Wellicht in JDK 9, daar lijkt het nu op. Maar ja, dan moeten we nog 1,5 jaar wachten en dan is het een versie 1.0. Dus ja, als je het nu wil gebruiken, zou ik mijn geld er niet op zetten. Maar wellicht in de toekomst wel. Oké, dus als wij modulaire applicaties willen maken, hebben we eigenlijk 3 dingen nodig. 1, en daar begint het eigenlijk altijd mee, dat is iets wat je met geen enkel framework kunt kopen, dat is een gezond design. Als je design niet goed is, als je allemaal tangles hebt tussen classes, dus je hebt geen modulair design, dan maakt het niet uit welk framework je in je applicatie erbij linkt, het zal nooit wat worden. Ja, dus gezonde design practices, het verhaal van de probeer koppeling te voorkomen, denk in termen als cohesie, dat blijft altijd een basisuitgangspunt. Ja, dat ga je met alleen OSGI erbij mikken, ga je dat niet oplossen. Dus altijd beginnen met een gezond design, goede architectuurkeuzes. Het tweede wat je nodig hebt is zo'n Runtime Dynamic Module Framework. Nou, net geïntroduceerd, daar gebruiken wij dus OSGI voor. En het derde wat je nodig hebt, dat is vaak wat mensen tegen OSGI hebben. Van, ja, het is complex. Nou, wat nog steeds complex is, ga ik je zo meteen laten zien. Dan mag je daar je eigen oordeel over vormen. En het andere wat mensen vaak tegen OSGI hebben is,
Ja, als je OSGI gebruikt, dan moet je iedere keer opnieuw het wiel uitvinden. He, wil je een webserver, moet je je eigen webserver bouwen. Wil je ORM, moet je je eigen ORM-framework bouwen. Nou, sommigen van ons zouden dat leuk vinden. Het is in ieder geval niet heel, heel, laten we het productief noemen. He, als je iedere keer dat soort frameworks zelf moet bouwen. Nou, gelukkig is dat commentaar al lang niet meer waar. Er zijn een gigantische verzameling libraries en componenten die prima met OSGI samenwerken. Eén daarvan is het Amdatu open source project, waar ik het t-shirt van aan heb en waarvan je misschien de sticker op mijn laptop herkent. Of in ieder geval op de slide daar. En Amdatu levert je een hele batterij aan ready-to-use componenten, die eigenlijk een high-level enterprise API hebben. Dus wat je gewend bent in stacks als Spring of Java EE, dat soort API's, die biedt Amdatu je ook voor een OSGI cloud omgeving. En daar ga ik je straks een aantal dingen van laten zien. Voorlopig eventjes genoeg gepraat met slides. Laten we gauw naar code gaan. En ik wil eigenlijk het grootste deel van de rest van deze sessie besteden aan code. Zodat jullie een beeld kunnen vormen van wat dit nou allemaal is. Ik schakel over naar mijn editor, naar Eclipse. Dit is een plain Eclipse Luna die ik heb geïnstalleerd. Het enige bijzondere aan deze Eclipse-installatie is dat er één plugin in geïnstalleerd zit. En dat is een plugin die heet BND Tools. En die ga ik nu gebruiken om een project te creëren. Dus ik zeg een nieuw project. BND Tools OSGI project. Nou, dus hier zie je de naam van die plugin, BND Tools. En als ik dat selecteer, dan gaat hij een wizard voor me starten. Daar moet hij even over nadenken. En vervolgens kunnen we iets gaan maken. Dus ik hoorde net van James dat surveys heel cool zijn. Dus laten we eens een survey-applicatie gaan maken. Zitten hier bijzondere dingen in? Nee, valt er mee. Ik gebruik Java 8 als een runtime. En mijn projectlayout wordt gebaseerd op BND. En BND is de build tool van OSGI. Dat zit allemaal onder water. Ga je bijna niks van terugzien. Ik zou ook Maven kunnen kiezen, maar dat raad ik je ten zeerste af. We kunnen heel veel grappen over Maven maken natuurlijk. Maar de belangrijkste reden waarom ik dat afraad is omdat Maven eigenlijk een lifecycle heeft die eigenlijk een beetje haak staat op de lifecycle van OSGI. Dus zou ik niet gebruiken. Kun je dit dan op een buildserver zometeen bouwen? Antwoord daarop ja. BND Tools die genereert onder water Gradle buildfiles voor je uit. Dus je kan het meteen in je Jenkins CI server hangen. Oké, ik ga geen magic doen. Dus ik moet jullie laten zien, ik heb niks in mijn mouwen. Dus we kiezen een empty project. Daar gaan we. Nou, lopen door de wizard heen. Verder niks bijzonders. Hij vraagt aan mij, zal ik het BND Tools Perspective voor je openen? En vervolgens detecteert hij dat dit het eerste project in mijn workspace is. En dan zegt hij, ja, ik heb ook een configuratieproject nodig, waarin hij zijn configuratie en zometeen zijn modules gaat opslaan. Dus daar pak ik ook gewoon een standaard instelling voor. Dan genereren we wat spullen uit. Ik switch naar het BND Tools Perspectief in Eclipse. En dan eindig ik uiteindelijk met een tweetal projecten. Een CNF-project en mijn survey, wat mijn functionele applicatie zometeen gaat zijn. Nou, voordat ik ga bouwen, wil ik graag toegang tot een verzameling van die componenten waar ik het net over had. Dus ik wil graag toegang tot die Amdatu-libraries, zodat ik straks die componenten kan gebruiken. En dat doe ik door naar het BND-tools-menu te gaan in die clips, wat je erbij gekregen hebt als je van perspectief switcht. En dan open ik even mijn repositories-configuratie. Ik ga naar de source toe. En wat ik hier kan doen, is net eigenlijk als bij Maven, kan ik een aantal repositories toevoegen waarin mijn componenten zitten. Je libraries zitten. Dus die voeg ik eventjes toe. Ik voeg even de Amdatu libraries toe. En als ik hier dan save en dit weer afsluit, dan zie je dat er voor jullie links onderin zit een repositories view. En in die view zie je nu dat er een aantal Amdatu repositories bijgekomen zijn, waarin allerlei componenten zitten die ik straks kan gaan gebruiken om op volle snelheid te kunnen bouwen. Oké, dat is voor later. Nou, laten we eens beginnen met het maken van een eerste module. Hoe werkt zoiets nou? Dit eventjes weg, ik begin helemaal met een clean sheet. Ik ga naar mijn project en ik zeg, doe maar een nieuwe module. En ik begin dan met een zogenaamde bundle descriptor. Overal waar je het woordje bundle ziet staan bij OSGI, moet je denken module. Bundle is eigenlijk de term van OSGI die module betekent. Een best practice is om altijd met de API te beginnen. Laten we vooral eerst denken in wat de gedeelde publieke types moeten zijn. Dus ik begin met het maken van een API. Hij vraagt, wil je meerdere bundels vanuit één project doen? Dan zeg ik ja, dat is handig. En vervolgens krijg ik een soort van wizard hier voor mijn neus, waarmee ik zometeen mijn jar file kan creëren. En als je het plaatje van net nog scherp hebt van die modules met die publieke en het private deel, dan zou je kunnen zeggen dat wat je hier ziet, private deel, export deel, publiek deel, dat zijn die twee compartimenten van de jar file die ik net voorstelde.
kom ik zo meteen op terug. Nou, laten we beginnen met het maken van wat code. Dus publieke API, laten we met een interface beginnen. Stop het in een eigen package. Survey.api. Geef het een naampje. Laten we beginnen met een interface die survey heet. Dan gaan we. En dan om jullie niet met mijn typo's te vermoeien, heb ik wat code templateetjes. Gaat sneller. Is het overigens goed leesbaar achterin? Is het niet te klein, het font? Ja, leesbaar. Wil je iets groter? Oké, kan. Dat kan. Even kijken. Basic tekstfont. Beter zo. Oké, nou, ik heb hier een hele simpele interface. Het is een survey, we gaan een enquête doen. In een enquête zitten scores, dus mensen moeten scores kunnen toevoegen. En mensen willen een lijstje van scores kunnen opvragen om te kijken wat er in die enquête zit. Oké, Eclipse zeurt nog een beetje dat hij het type score niet kent. Dus wat kunnen we daaraan doen? Laten we het maar eens even maken. Klasse score gaat in dezelfde API. En vervolgens doe ik daar even hetzelfde mee. Even een magic trick. En we hebben in één keer een domeinobject. Is dit iets bijzonders? Nee, niet zo. Je ziet een aantal getters en setters. En members die heeft. Dus in een score zitten de naam van de persoon die de enquête invult, zijn e-mailadres. Een score die kan opgeven, bijvoorbeeld tussen 1 en 5, of die het leuk vindt of niet leuk vindt. En eventueel optioneel een commentaar. Nou, er zit nog een convenience constructor in. Lekker makkelijk straks. En een toestringetje voordat we dingetjes kunnen uitprinten. Ik save dit. Hier save ik ook mijn interface nu. En nu is mijn API eigenlijk klaar. Nou, vervolgens ga ik terug naar mijn bundle descriptor. Dus mijn wizard om mijn jar-file te maken. En ik kan die hele package hier oppakken. En die kan ik slepen hier bijvoorbeeld in het export packages deel. Dan zegt de BND Tools, oké, jij wil zometeen iets gaan publiceren. Dus dan geef ik het een versie. En vervolgens voeg ik het toe in die bundle descriptor. En dan kan ik hier op save drukken. En zodra ik save, komt er in mijn generated folder in mijn project een jar-file bij. En die jar-file heet survey.api.jar. En als ik die open, dan zie je dat daarin mijn implementatiecode zit, of eigenlijk mijn API-code zit. En je ziet dat er een manifest in zit, dat is iets van OSGI. En in dat manifest leg ik eigenlijk die regels van die module vast. En ik zeg bijvoorbeeld dat er hier een package in zit met een bepaalde versie. Ik kan het iets groter maken. Een package met een bepaalde versie die ik exporteer en die dus door andere bundels weer geïmporteerd zou kunnen worden. En verder zie je nog dingetjes als naampjes en versies en dat soort dingen, wat eigenlijk de meest interessante dingen hiervan zijn. Eigenlijk al het moeilijke werk tot nu toe wordt allemaal door BND Tools voor me gedaan. Heb ik zelf niet heel veel kennis van onderliggende framework voor nodig. Oké, dan gaat deze even weg. Één bundel is niet zo heel spannend. Zeker niet als alleen maar publieke types in zitten. Dus laten we iets maken wat dit gaat gebruiken. En laten we daarvoor een nieuwe bundel gebruiken. Dus ik maak een nieuwe bundel. Nieuwe bundel descriptor. Tweede module. Die noem ik simple. Want er gaat een hele eenvoudige implementatie van deze survey inkomen. Dan krijg ik weer zo'n wizard dingetje. Dus ik wil vervolgens code gaan maken. Dus ik zeg nieuw class. En dan zeg ik, ik wil een simple survey service gaan maken. En die stop ik even in zijn eigen package. Survey dat simpel. Dan gaan we, en ook hier om het snel te houden, een code templateje. Nou, niet zo'n hele spannende implementatie, had ik al verklapt. Dus ik implementeer dat publieke type. Ik implementeer die interface survey. En als ik dat doe, dan moet ik twee methodes implementeren. Namelijk een add score om scores toe te voegen. En een list score om de scores weer op te vragen. En ik hou die eventjes bij in een hele eenvoudige in-memory list, omdat ik zo meteen die scores kan teruggeven. Nou, ik press save. Ben ik nu klaar? Nou, ik ben eigenlijk halverwege. Want denk even aan die slide met die twee mechanismes. De modules heb ik nu, maar ik heb nog niet de service registry. En om die service registry te gebruiken, moet ik wat OSGI wiring code schrijven. Dus ik moet nu voor het eerst iets OSGI specifieks gaan doen. Nou, dat zou ik in deze klas zelf kunnen doen. Maar ik hou er eigenlijk van wat lekker schoon te houden. Dus ik kies ervoor om een tweede klasse aan die package toe te voegen. Ik maak een nieuwe klas. En die klas die noem ik een activator. En in die activator ga ik de code schrijven om mijn private implementatie te registreren bij de service registry op basis van zijn publieke type.
Nou, om dat te doen, ga ik gebruik maken van een zogenaamde Dependency Manager Framework. En er zijn er een heel aantal voor OCI. Eén daarvan is de Felix Dependency Manager. Die is geschreven door een collega van mij, Marcel Offermans. Dus die wil ik graag gebruiken. Maar om dat te doen, heb ik dat ding op mijn classpad nodig. Dus ik zou hier graag iets willen gebruiken, maar ik heb nog niks op mijn classpad. Dus ik wil wat gaan toevoegen. Ik wil een module gaan toevoegen. Om wat te kunnen doen, ga je normaal gesproken naar je Eclipse buildpad of je gaat naar je Maven pomfile en dan voeg je iets toe. In BND Tools gaat dat iets anders. Dus je gaat naar je projectconfiguratie, de zogenaamde bnd.bnd-file. Zou je dubbelklik ik op en dan krijg ik een paar tabs te zien. Onder andere hier de build tab. En op die build tab zit hier een build path onderdeel. En dat build path, daar kan ik dingen aan gaan toevoegen. En hier in het linker rijtje wat je hier ziet, zie ik eigenlijk een hele verzameling van alle bundels die hij heeft gevonden, de repositories die daar links onderin staan. Nou, ik wil een dependency manager, dus ga ik hem even zoeken. Hier is de Felix dependency manager. Ik wil eventjes een versie daarvan die ik vertrouw. Dus die stop ik erin. En vervolgens heb ik nog iets van een interne OCI-klasse zometeen nodig. Dus daar importeer ik ook iets voor uit OCI Core. Voeg ik toe aan mijn beeldpad en ik press save. En dan kan ik ze gebruiken. Zijn ze aan mijn beeldpad toegevoegd. Dus we gaan naar mijn activator. Dus nog een keer proberen. En nu heb ik mijn dependency activator base class. En nu heb ik dus toegang tot mijn dependency manager library. Nou, als ik daar de methodes van implementeer, dan zie ik een destroy en een init. Ik ben eigenlijk alleen eventjes in de init geïnteresseerd om te kunnen wiren met de service registry. Dus laten we dat eens even doen. Beetje opruimen. Ik gebruik die dependency manager en ik ga zeggen, ik wil een service gaan toevoegen. Dus ik gebruik de add methode en hij heeft een Fluent API, dus dat programmeert lekker makkelijk. Dus ik wil in OCI termen een component gaan maken. En dat component heeft altijd een interface. De interface van dit component is het publieke type waaronder ik hem ga registreren. In dit geval zal het dus het publieke type survey zijn. Nou, daar heb ik de naam van nodig. Dus ik doe het even zo. En dan kan ik nog argumenten meegeven, maar daar heb ik nu nog even geen gebruik van. En ik moet vervolgens een implementatieklasse opgeven. Dus wat de implementatie gaat zijn van die publieke survey. En dat is natuurlijk mijn simple survey service. De klasse. En als alle imports kloppen, dan zijn we er. Ik had even wat netter formatteren, zodat je kan lezen wat hier gebeurt. Ja, dus ik creëer een nieuw component. Daarmee registreer ik het component bij de service registry. Ik geef aan wat het publieke type is waaronder ik hem wil registreren. Dat is namelijk de survey interface. En vervolgens geef ik mijn private implementatieklasse mee. Daar maak ik een instance van en die geef ik aan de service registry. Nou, ik doe save. Dan ga ik naar mijn descriptor. Survey.simple, dat is eigenlijk de tweede module. En vervolgens moet ik daar ook weer die klassen aan gaan toevoegen. Nou, dat kan ik doen door die package erin te slepen. Maar ik kan het ook doen door de activator-klasse hier te zetten. Nou, kijk wat hij vindt. Mijn activator, als ik dat doe, dan zegt hij oké, nou, dan heb jij daar een private package met implementatiecode. Want dat zijn geen spullen die je wilt delen. Dus hij stopt het in het private compartment van de jar, zou je kunnen zeggen. En als ik hier save, dan gaat hij de imports nog eventjes vaststellen. Hij genereert mijn manifest uit en hij maakt een jar file aan. Dus laten we even kijken wat hij gemaakt heeft. Zover dat simpel. Net als net zit daar uiteraard mijn eigen code in. En er zit weer zo'n manifest in. En zoals je kan zien, zit er in die manifest nu iets andere dingetjes. Je ziet de private package definitie. Dus alles wat in survey.simple zit, dat is private. Er kan niemand anders van buitenaf bijkomen. Is allemaal hidden van de rest van de wereld. En je ziet hier ook import staan. Want ik importeer namelijk een aantal dingen om fatsoenlijk te kunnen functioneren. Ik importeer bijvoorbeeld de survey API, want ik heb het survey type nodig. Maar ik importeer ook die Felix Dependency Manager. En daar moet ik zo meteen wel van zorgen dat hij er ook is als ik dit ga runnen. Anders gaat het niet werken. Oké, ik heb het gesaved. Ik heb nu twee modules. Ik denk dat het tijd wordt om deze applicatie eens een keer te gaan starten. Daarvoor ga ik weer naar mijn projectconfiguratie, mijn bnd.bnd-file. Nu ga ik naar het andere tabje, het run-tabje. En dan ga ik eens beginnen door eerst mijn OCI-framework te kiezen. Dus ik kies bijvoorbeeld voor de laatste versie van Apache Felix, wat één van de OCI-frameworks is die je zou kunnen gebruiken. Er zijn er nog veel meer. En ik kies Java 8 als runtime environment. En vervolgens moet ik hier aan mijn lijstje run bundles alle modules opgeven die ik wil deployen in mijn OCI-framework. Dat zal ik eens even doen. Ik heb wat OCI-dingetjes nodig.
Die gooi ik erin. En ik heb nodig mijn dependency manager. En dan specifiek weer die ene versie daarvan. Even kijken, die heb ik nodig. En die heb ik ook nodig. Dat save ik eventjes. En nu om zeker te zijn dat dit gaat werken, ga ik jullie ook even het derde tapje laten zien, het source tapje. Dan kom ik eigenlijk op de pagina achter de wizard uit, zou je kunnen zeggen. En daarvoor geldt dat ik hier mijn lijstje met ID's, eigenlijk zijn dit instructies voor de BND build tool, zou je kunnen zeggen. Dus dit is eigenlijk de POM van BND, als je het zo zou willen noemen. En hier kan ik specifiek mijn bundels opgeven. Nou, om zeker te zijn dat dit gaat werken zometeen, ga ik het even nog met de hand dit lijstje editen. Want ik wil zeker weten dat hij specifiek deze versie van de dependency manager selecteert. Dus ik geef een semantic versioning range mee. OSDI werkt op basis van semantic versioning. Dat betekent dat ik dus ranges kan meegeven van versies waarmee die compatible is. Of wat ik nu doe, heel expliciet zeg van nee, de ondergrens is versie 3.1.0 en de bovengrens is ook versie 3.1.0. Dus je mag niet stiekem een nieuwere pakken. Dus dat is eigenlijk wat ik hier even doe. Ik weet namelijk zeker dat als ik dat niet doe, dan gaat hij de 4.x-range pakken. En dan gaat er straks ongetwijfeld iets kapot. En dan hoort dat natuurlijk wel bij een echte demo. Maar het effect wil ik nog heel eventjes voor later bewaren, als jullie het niet echt vinden. Dus ik zet even die versies hard. Dan heb je ook een keer gezien hoe je dat met de hand zou kunnen editen. En voor de rest doe je dit meestal vanuit deze wizard. Ik save deze lijst nu. Dus al mijn bundels die ik ga deployen staan erin. En ik kan hier vervolgens op de play-knop drukken. De Run OSDI. En nu gebeurt er niks voor je gevoel. Maar er gebeurt wel wat, alleen je ziet het nog niet. Dus ik ga even naar mijn window. Show view console. En dan zie je nog steeds niet heel veel. Maar je ziet dat er een rood vierkantje staat. En dat betekent dat er iets draait. Alleen je kan het alleen nog niet zien. Nou, het zou leuk zijn als we met dat OSDI framework kunnen praten. Dus ik laat dit draaien. Dus ik kom nergens aan. Ik ga het niet stoppen. Ik ga terug naar mijn run bundles lijstje. Druk op de plus. En ik ga een OSDI shell toevoegen. En ik kies dan specifiek de GoGo shell. Dat is een van de shells die er bestaan. Ik weet niet waar de naam vandaan komt. Ik vind het wel grappig. Dus ik gooi het erin. Ik druk finish. En zodra ik nu op save druk, zul je wat zien in de console. Namelijk dat hij de GoGo shell deployt. Dus hij deployt modules in een draaiend framework. Hij start ze meteen op en vervolgens wordt die GoGo shell actief. Dus je ziet hier de developer turnaround. Ja, je hoeft dus niet iets te stoppen, code aanpassing te maken of een runtime aanpassing te maken. Dan iets weer op te starten, een half uur te moeten wachten en dat soort dingen. Nou, het blijft gewoon draaien. En het is een dynamisch framework, dus je gooit er modules in. En je kan die modules er ook weer uithalen als je wil. Kan ze ook gewoon aanklikken en verwijderen. Geeft ook leuke effecten in applicaties. Gaan we zo meteen wel een keertje doen. Nou, nu kan ik interacteren met die OSDI shell. Dus ik kan bijvoorbeeld commando's typen. LB, list bundles. En dan, ik zal het iets groter maken. En dan zie je eigenlijk een lijstje van alle bundels, alle modules die op dit moment gedeployed staan in mijn OSDI runtime. Nou, we kunnen het nog iets interactiever maken. We kunnen bijvoorbeeld teruggaan naar de code van mijn Simple Survey Service. En we zouden hier iets kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld een public void start methode. Deze startmethode die wordt automatisch aangeroepen door de dependency manager, als je hem hebt. Dus ik zou hier bijvoorbeeld in kunnen zeggen, hey, doe eens een add score. En dan voegen we een nieuwe score toe aan de survey. En nou, wat heeft zo'n score een naam? Hè? Dus John Doe vult deze enquête in. Die heeft vast een e-mailadres wat hierop lijkt. En dan heeft hij een score en dan, wat vindt hij ervan? Wat zullen we zeggen? Hij is nog niet echt impressed. Misschien komt het later nog, op dit moment nog niet echt impressed. En dan wat old-fashioned system out printline debugging. Zodat we kunnen zien dat er iets gebeurt. En zodra ik hier nu op save druk, zie je edit new score in de console. Nou, ook hier development turnaround. Je kan gewoon codewijzigingen doen. Op het moment dat je saved, bouwt hij op de achtergrond een nieuwe module. Hij update de module die in je framework draait met de nieuwe module. Hij rewired alles. En daar heb je je dynamische service framework. Oké, nou, tot zover eventjes de introductie modulariteit met OSDI. Mocht je vooroordelen over OSDI hebben gehad, dan denk ik niet dat je vol kan houden dat het heel ingewikkeld is als je deze tool gebruikt. Natuurlijk, als je hele geavanceerde dingen gaat doen, loop je wel tegen wat moeilijkere dingen aan. Maar in de basis wordt het niet heel veel moeilijker dan dit. Ja, dus de scherpe randjes van OSDI zitten met behulp van die BND Tools plugin redelijk onder de motorkap van je applicatie.
Nou, laten we het iets meer cloud maken. En als we naar de cloud toe gaan, dan ja, ontkomen we niet aan webtechnologie. Dus we zullen iets van een REST service bijvoorbeeld nodig hebben. Laat ik dit eens allemaal afsluiten. En laten we eens REST gaan doen. Nou, ik begin door weer een nieuwe module te maken. Dus ik maak een nieuwe module descriptor. Noem hem REST. Druk finish. En vervolgens gaan we wat code erbij stampen. Dus ik maak een nieuwe class. En dat maak ik de survey. Survey resource, laat ik hem zo eens noemen. Hij gaat dus zijn eigen package. Survey.rest. En nu komen we op dat punt. Hey, ik wil REST doen. Nou, ik doe OSGI. Moet ik nou zelf mijn REST-implementatie schrijven? Of kan ik iets gebruiken wat er al is? Nou, gelukkig, ik kan iets gebruiken wat er al is. Ik wil namelijk gewoon gebruik maken van het de facto standaard Java REST framework, namelijk JAX-RS. En om JAX-RS te kunnen doen, nou, laat ik eerst wat JAX-RS code erbij halen. Om JAX-RS te kunnen doen, heb ik natuurlijk wel zowel de JAX-RS types nodig als een implementatie daarvan. Ik weet niet of jullie wel eens wat met JAX-RS hebben gedaan. Dan zul je het herkennen. Dus ik publiceer een endpoint onder de naam survey. En ik heb een paar get en een post methode om weer een score toe te voegen en een lijstje van scores op te kunnen halen. Nou, dus ik moet terug naar mijn buildpad om die REST spullen toe te voegen. Nou, laten we kijken wat er gebeurt. Druk op de plus. Ik typ REST. En vervolgens krijg ik allerlei REST-achtige dingetjes. Dus ik wil de JAX-RS types en ik wil een implementatie van REST, namelijk Apache Wink, wat een JAX-RS implementatie framework is. Dus ik druk op save. En het is aan mijn buildpad toegevoegd. En nu, op magische wijze, verdwijnen alle rode kringetjes. Dus ik heb nu mijn JAX-RS endpoint gedefinieerd. Ik druk save. En nou, die wil ik zo meteen ook weer gaan deployen. Dus ik heb ook daar zo'n activator voor nodig. Even voor de duidelijkheid nog. Dit ding implementeert dus niet mijn survey. Maar hij gebruikt de survey. Dus je ziet hier de survey als een member variabele. Dus ik heb zometeen een instantie van die survey nodig. Daar heb ik wat wiring voor nodig. Dat zou ik hierin kunnen schrijven, maar ik wil dit liever schoonhouden. Dus ik maak een tweede klas in hetzelfde package aan. Namelijk net zo'n activator als dat je net zag. En dan gaan we daar de wiring in doen. Dus ik maak een activator klasse. Nou, ik heb gezien hoe dat moet. Dus ik doe het nog een keertje. Extend van die base class. Implementeer die twee methodes. En hier gaan we wat wiring doen. Eerst ga ik mijn REST service registreren. En dat doe ik met add. En dan create component. Dan moet ik de interface van mijn REST service zetten. Nou, het grappige aan REST is natuurlijk, REST is wel bedoeld voor reuse. Maar het is niet bedoeld voor reuse op de Java level. Maar het is bedoeld om reuse op HTTP te kunnen doen. Dus eigenlijk interesseert die hele interface mij niet zo. Dus ik zeg gewoon object.class.getName. Het gaat alleen om dat die service wordt gecreëerd. Properties heb ik hier nog niet nodig. En dan moet ik wel even mijn implementatieklasse zetten. En die implementatieklasse is natuurlijk mijn survey resource. Waar ben je? Daar. En dan ben ik er bijna. Dus even formatteren. Dus nu heb ik mijn REST resource aangemaakt. Nu moet ik alleen nog even een instance van die survey zien te krijgen. En dat doe ik door hier achteraan. Dat is een Fluent API, dus ik kan gewoon door blijven typen. Ik kan zeggen create service dependency. En op die service dependency moet ik even de service zetten die ik wil hebben. En dat doe ik aan de hand van zijn publieke type. Dus ik zeg, oké, nou, ik wil een survey hebben. Dus lieve service registry, doe mij een instance van dit type. Ja, en welke ik dan krijg, nou, zien we dan wel. Dus ik doe save. Nu heb ik het allebei. Nou, nu ga ik, voordat ik mijn JAR-file definitief maak, ga ik eerst eventjes aan mijn server configuratie, of mijn framework configuratie. Want op het moment dat ik die JAR-file save, deployt hij hem meteen in mijn actieve OSGI-framework, die nog steeds doordraait, zoals je kan zien. En dan mist hij natuurlijk allerlei libraries, dus krijg ik allemaal errors om mijn oren, dus dat wil ik niet. Dus ik ga eerst even zorgen dat ik in mijn run-tab al die dependencies toevoeg. Dus nou, net hebben we REST-spullen gebruikt, dus ik zal die REST-dingetjes wel nodig hebben. Dus die ga ik even toevoegen, JAX-RS en Wink. Om REST te kunnen doen heb ik ook HTTP nodig. Dus wat HTTP-spullen. Dat zal... Oh, dat ging niet helemaal goed. Was te snel met enter drukken. Ik heb wat HTTP-dingetjes nodig. En dat pak ik de Felix HTTP-server. Dat is een implementatie van Apache Jetty. Die voeg ik toe. Ik heb ook nog iets als een resource handler nodig voor mijn volgende demo'tje. Dus die voeg ik vast toe. Kom ik zo meteen op terug. En het is REST. Dus ik ga van JSON naar Java en andersom.
Dus daar heb ik ook een framework voor nodig. Dus ik pak Jackson. Dus ik gooi er nog een partij Jackson bundels in. Nou, nu wordt het lijstje inmiddels lang genoeg naar mijn zin. Dus ik doe finish. Ik druk save en alle spullen worden in mijn runtime gedeployed. En je ziet, zodra ik save klikte, zag je meteen in die console allerlei nieuwe logging verschijnen. Namelijk dat in dit geval de Jetty server wordt opgestart. Dus dan kan ik terug naar mijn configuratie. Mijn REST configuratie. Want daar had ik nog niks gezet. Dus ik kies weer mijn activator klasse hier. Moet wel even de goede kiezen. Dan ziet hij weer dat er private packages zijn met implementatieklasses. Ik druk save. Er wordt weer opnieuw een jar file gecreëerd. Je ziet dat ik er nu 3 heb. En op dat moment deployt hij hem ook meteen. En als je heel goed keek, zag je ook nog wat logging voorbij komen. Dus als ik nu hier weer even in GoGo zeg list bundles. En ik maak het even iets hoger. Ja. Dan zie je dat ik nu een hele batterij bundles gedeployed heb. Waaronder mijn eigen REST en Simple en API. En dus het draait nu allemaal in het systeem. Dus nou, het is leuk om het te kunnen testen. Dus laten we eens kijken of het werkt. Ik geef het naar een REST client toe. Dus ik had hem geëxposed onder localhost survey. Als ik daar op de play-knop klik, dan zie je dat er wat terugkomt. Even kijken wat er in de body zit. Nou, daar zitten inderdaad mijn hardcoded result zit daarin, netjes als JSON geëxposed. Ja, dus zo makkelijk is het. Nou, ik kan met deze tools ook een post doen, maar omwille van de tijd sla ik dat heel eventjes over. Even terug naar de code. Want ja, die wiring is allemaal wel heel leuk. Het zag wel een beetje automagisch uit allemaal. Maar wat nou? Wat nou als die service implementatie er niet is? Want het was een dynamisch systeem, weet je nog? Nou, dan is deze survey straks natuurlijk nul. Dan vliegen de nul points me om de oren. Dus dat is natuurlijk niet zo tof. Dus nou, dat kunnen we simuleren. We kunnen even in het lijstje van de bundels kijken. Dan zien we dat Simple heeft ID 6. Dus laat ik die bundels gewoon eens stoppen. Als ik gewoon zeg stop 6. Dus die bundel is gestopt, die is er niet meer. Ga ik terug naar mijn REST client. En dan zeg ik play. Kijk wat er gebeurt. En hij zegt 204 no content. Dus er wordt nog steeds een REST service geïnvoked. En hij krijgt niks terug. Hij krijgt 0 terug hier. Geen 0 pointer, maar 0. Ook in mijn log hier zie je geen 0 pointers. Hoe kan dat? Nou, eens kijken. Ik roep hier deze get methode aan. En die list scores. En je ziet hier survey.list scores. Dus als survey 0 zou zijn, had ik nu een 0 pointer moeten krijgen. Dus kennelijk is survey niet nul. Maar survey staat onder beheer van die dependency manager. Die Felix dependency manager. Die Felix dependency manager die is zo slim. Die wrapt dit ding in een proxy. Een zogenaamde nul proxy. En die zal op het moment dat de service er niet is. Voor alle methodes van die service een nul teruggeven. Vandaar de nul proxy. Dus ik krijg netjes nul terug. Dus list scores geeft nul. Dus ik return nul. Vandaar de 204 no content. Nou, is dat gewenst gedrag? Maar misschien, soms. Hoe los ik dat dan op? Want ik wil natuurlijk wel weten of dat ding er wel of niet is. Nou, heel simpel zou je kunnen zeggen. Nul checks. All over the place. Nul checks schrijven. Ja? If this is not nul, dan doe dit maar. Nou, daar word je natuurlijk niet zo blij van. Sterker nog, je code wordt er ook nog eens een keer foei lelijk van. En het is een dynamisch systeem. Ja? Dus wat nou als mijn nul check. Ik doe mijn nul check, dan is hij er nog. En dan haalt iemand die module weg. En op de volgende regel loop ik tegen het probleem aan. Nou, daar zitten allerlei hele ingewikkelde low-level OCI-libraries voor, die je met behulp van service trackers op de hoogte kunnen houden of jouw service er nog steeds is. Maar in mijn activator kan ik er ook wat aan doen. Ik kan namelijk zeggen, weet je, deze REST-service, die heeft eigenlijk helemaal geen zin. Die heeft geen bestaansrecht als mijn survey-implementatie er niet is. Ja, als mijn survey er niet is, dan heeft die REST-service ook geen zin. Dus ik maak gewoon mijn service dependency required. Dus ik save dit, wordt meteen gepackaged en geredeployed. Als ik nu terug ga naar mijn REST client, hetzelfde ding, ik heb verder geen code changes gemaakt, dan druk ik hierop. Nu krijg ik een 404. Hey, dat is ander gedrag. De REST service is niet gedeployed. Nou, hoe kan dat? Nou, de service implementatie was er niet, dus de REST service heeft geen zin, dus die is ook uit de lucht gehaald door het OCI framework. Oké, ga ik terug naar mijn runtime. En dan ga ik, zonder codewijzigingen te maken, gewoon zeggen start 6. Dus ik start mijn implementatie weer. Ja, die voegt een nieuwe score toe. Ga ik terug naar mijn REST. Druk weer op play. En nu doet hij het weer. Ja, dus ik heb nu de lifecycle van mijn REST service gekoppeld aan de lifecycle van de implementatieservice waar die een dependency op heeft. Nou, er zijn allerlei varianten mogelijk die je kunt uitprogrammeren. Wat ik nu trouwens met die dependency manager doe in code.
Dat kan je ook met annotaties doen. Dus als je lui bent en je wil weinig typen, dan gebruik je gewoon twee annotaties en dan werkt het ook. Ja, maar voor educatieve doeleinden werkt die programmatische API over het algemeen wat beter, vind ik. Dus zo zie je hoe je hier mee om kan gaan met die service dependencies. Oké, nou, gaan we verder. Want het is natuurlijk geen cloud applicatie als er geen HTML5 in zit, toch? We hebben nu de achterkant gemaakt, dus nu hebben we HTML5 nodig. En nu komen we op een interessant dingetje, want HTML5 is natuurlijk HTML en JavaScript. En geen Java en dus ook geen OSGI. Kan ik nou die voorkant ook modulair maken? Nou, dat kan. Laten we maar eens proberen. Ik heb een klein demootje voorbereid. Zo, wacht eventjes. Mijn JavaScript skills zijn eigenlijk nog minder dan mijn type skills. Dus, en dan zeg ik het nog voorzichtig. En ik heb wat gemaakt. Het zal jullie niet verbazen dat het een beetje eenvoudig is. Ik sleep het eventjes in mijn project. Dus ik pak hier gewoon een folder met wat HTML-files en wat JavaScript-meuk. En dat sleep ik in mijn project. Nou, dat zou ook door een designer gemaakt kunnen zijn. Hè? Dit niet hoor, maar het zou door een designer gemaakt kunnen zijn. En dan, dus je sleept die spullen gewoon in je project. Dan krijg je wat HTML. Nou, ik zal het laten zien, niet schrikken. Dit zijn mijn HTML skills en een heel klein beetje JavaScript. Nou, verder dan dat gaat het denk ik niet. Maar wat calls om een REST service te kunnen aanroepen. Dat voeg ik gewoon toe. En wat ik nu wil doen, is eigenlijk ook hier een bundel van maken, als ik het kan meedeployen. Dus dat kan ik doen door te zeggen, waar ben je? Ik wil een nieuwe bundel descriptor maken. En die noem ik UI. En in plaats van dat ik hier nu Java packages ga toevoegen, ga ik naar de source. En dan moet ik even kijken wat ook alweer de code template was. Heb ik die nog? Ja, was deze. Dus ik geef gewoon wat manual headers in nu. Dus ik zeg tegen BND met de include resource header, kopieer maar alles uit de static folder naar de root van een jar file. En kopieer maar alles uit de static script folder naar de slash script folder in de jar file. En ik zet een web resource header die zometeen maakt dat mijn resource handler component dit dingetje gaat oppakken en hem gaat publiceren. Dus ik save dit. Zodra ik hem save, maakt hij een jar-file. Dus ik heb nu mijn JavaScript en mijn HTML in een jar-file zitten. Net als dat mijn Java-code erin zit. Hij heeft ook een OSGI deployment descriptor. Dus ik kan private packages en imports doen en dat soort dingen. En instructies, bijvoorbeeld zoals die web resource handler. En toen ik save, heeft hij hem ook meteen gedeployed. Dus als ik hier LB doe, dan zien we nu helemaal onderaan dat ook survey.ui als module gedeployed is. Dus dan zou je er moeten zijn. Dus ook weer eens testen. Laten we eens een browser erbij pakken. Kom. En dan localhost slash, wat was het ook alweer? Was het index? Ja. En hier hebben we onze survey. Dus ik kan nu zeggen van, nou, we hebben hier nog iemand anders. Jane Doe. Die heeft waarschijnlijk ook een e-mailadres. Zit waarschijnlijk bij Hotmail. Zo. En die vindt het al wat, die vindt het wel cool. Ja, kan ik submitten. Ja, hartstikke leuk. Een gekke bui wordt nog een report schermpje gemaakt. Dus nu hebben we in één keer twee. En kan ik die dingen ook nog uitvragen met de rest? Ja, gaat ook nog. Ik heb ze nu allebei. Nou, een echte cloud applicatie, toch? Oké, so far so good. Even terug naar slides. Hoe lang heb ik nog? 12 minuutjes? Een beetje racen moet kunnen. Even terug naar slides. Wat je tot nu toe hebt gezien is natuurlijk een beetje een speelapplicatie. Maar de architectuur die ik heb gebruikt is wel de architectuur die je kan opschalen naar hele grote applicaties. Het plaatje achter mij zou zo uit een live productieapplicatie kunnen komen. En je ziet dat ik diezelfde opdeling gebruik. Dus ik heb een API waarin ik mijn publieke types expose. Dan heb ik een service module waar eigenlijk mijn business logica in zit. En daaronder misschien nog een module waarin ik apart mijn data access code heb zitten. Bijvoorbeeld naar MongoDB of naar een relationele database of naar wat je wil. En verder zie je nog een REST module die zeg maar weer die API-types gebruikt. En je ziet aan de pijlen dat de dependencies alleen maar op de publieke types zijn. Ja, dus alle implementatiespullen, de stippellijntjes, die zitten verstopt onder die publieke types. En implementaties kan ik er dus gewoon uitrukken en die kan ik vervangen door andere modules met nieuwe of andere implementaties. Of ik kan meer implementatiemodules van één publiek type maken. En zo kan ik dus mijn applicatie dynamisch uitbreiden.
Nou, ook in de applicaties die wij met deze architectuur bouwen voor zeg maar, klanten met grotere projecten, die hebben precies deze architectuur. Deze opdeling is niks bijzonders aan dan de, ja, zeg maar de toy applicatie die ik net heb laten zien. Vraag die misschien bij je opkomt is leuk, maar hoe ga ik nou om met deployment? Want in plaats van die ene WAR-file of die ene IR-file die je normaal gesproken hebt bij Java EE of bij Spring, heb ik nu die hele lijst met YAR-files. En ja, ik denk dat ik ruzie krijg met mijn system administrator als ik al die YAR-files pak in een mailtje kopieer en dan zeg, hier is de nieuwe versie van de applicatie. Vinden ze meestal niet zo tof. Dus ja, hoe kan ik daar nou mee omgaan? Nou, daar kan ik mee omgaan met behulp van een zogenaamd deployment en provisioning product. En het product wat wij daarvoor gebruiken is Apache Ace. En Apache Ace, ging heel snel volgens mij. Ja, hier, Apache Ace. Apache Ace is een provisioning server, open source. Wat eigenlijk waar ik al mijn bundels in kan schieten vanaf mijn development machine of vanaf een build server. En vervolgens kan ik distributies definiëren die ik ga deployen naar één of meerdere servers. En daar staat server, maar het zou ook een device kunnen zijn. Als het een device is wat Java draait, dan kan ik het daar ook heen deployen. Het enige wat ik nodig heb is een Java runtime en een OSGI runtime daar bovenop. Met de zogenaamde Ace agent. En dan kunnen we communiceren tussen de provisioning server en de agent. We doen dit bijvoorbeeld met tablets, maar we doen dit ook met cloud nodes. Ja. Nou, laat ik eens laten zien. Ik ga terug naar mijn Eclipse. En ik ga nu voor het eerst eventjes mijn OSGI runtime stoppen. Anders krijg ik straks poortconflicten. Dus druk op stop. En ik ga even naar mijn projectconfiguratie. Dan heb ik die hele lijst met jar-files en die ga ik exporteren. Dus ik ga zeggen, nou, exporteer dit maar eventjes. Ik kan dat naar een executable jar-file doen. Dan krijg ik één jar-file waar alles in zit. Nou, dag, modularity. Maar het is wel handig om eventjes een demo-setupje te kunnen draaien. Of ik kan het exporteren, bijvoorbeeld naar een folder. En dan, als het goed is, heb ik in die folder, hier mijn temp-folder, daar ben je, heb ik hier een lijstje met alle bundels die net in die lijst stonden. Je ziet dat er al heel wat zijn en bij een grote applicatie gaat die lijst nog groeien. Een beetje stevige productieapplicatie die wij hebben, heeft tussen de 200 en de 300 jar-files. Met allemaal een versie uiteraard. En dat wordt allemaal keurig netjes gemanaged. Nou, wat ik vervolgens ga doen, is Ace opstarten. En zoals je kan zien is Ace ook in OSGI geschreven, als je naar de logging kijkt. En het gebruikt de VADIN voor de user interface. En die user interface die ga ik laten zien en niet schrikken. Dit is geen user interface die echt voor mensen ogen bedoeld is. Ik had hem zelf gemaakt kunnen hebben. Deze, zoals je kan zien, niet de meeste mooie user interface ooit. Maar normaal gesproken gebruik je Ace niet met de user interface, maar je kan alles scripten. Het heeft allemaal REST services waar je geautomatiseerd heen kan praten. Nou, wat ik ga doen, ik ga hier op de plusknop drukken en ik ga al die bundels die ik net heb geëxporteerd, die ga ik hierin slepen en ze toevoegen aan mijn Ace repository. Ace is een grote repository waar ik al die bundels geversioneerd in knal. Vervolgens ga ik features toevoegen. Bijvoorbeeld, ik wil die hele simpele versie van die applicatie, daar maak ik een feature van. En ik maak een feature, die noem ik de uitbreiding met REST. De simpele versie van mijn applicatie die heeft wat basale packages nodig. Dus API, OSGI runtime, simple heeft die nodig. Hij heeft de dependency manager nodig. Dan zijn we dat denk ik wel. Die sleep ik in mijn simple feature. Controleren. Druk op save. En REST, ja, daar zit een andere meuk nog bij die ik nodig heb. Even kijken. HTTP-spullen heb ik daarvoor nodig. En mijn REST-implementatie zelf. Dus die sleep ik daarop. Ja, oké, druk op Store. En nu maak ik een distributie. Dus bijvoorbeeld een distributie demo of versie 1 van je applicatie, versie 2, whatever. Dus hier kan je distributie mee definiëren. En vervolgens pak ik deze twee features, voeg ik toe aan deze distributie. Store. En nu staat er een distributie van mijn applicatie klaar. Nou, dan ga ik naar de cloud bijvoorbeeld. Hier heb ik eventjes een lokale cloud. En in die cloud spin ik mijn image op, één of meerdere images. En op dat image start ik een Java Virtual Machine die een callback gaat doen naar die Ace server. In dit geval start ik een Virtual Machine met de Ace agent die een callback doet naar mijn Ace server. Dus ook hier, dit is een OSGI gemaakt. Ik ga eventjes naar mijn Ace server toe. Als ik hier op retrieve druk, hopelijk krijg ik dan mijn target te zien. Hier zie je hem, de cloud node.
Ja, dat was de ID die ik daar mee gaf. En dan kan ik hier mijn distributie pakken en die sleep ik hier op mijn Cloud Note. En dan druk ik store en dan schakel ik heel snel over. En dan hopelijk wordt hij geprovisioned. Ja, daar komt hij. Wat hij nu doet is bundel voor bundel gaat hij nu de onderdelen van die applicatie naar die client sturen. En hij start daar de applicatie zodra de OCI-componenten allemaal aan elkaar gewired zijn. Nou, er zit ook een GoGo shell in. Dus ik kan hier ook laten zien dat alles hier vervolgens ingedeployed is. Dit is een manier om op een handige manier die deployments te kunnen doen. Wordt nog veel mooier, want wat nou als deze applicatie draait? Hij draait nu in de cloud, hij doet het ook. Maar ik wil er nog een feature aan toevoegen in een draaiende applicatie. Want ja, een klant erbij wil een nieuwe feature. Ik heb geen zin om alles te herstarten en weet ik het allemaal. Ik wil gewoon live kunnen deployen. Dus ik maak een nieuwe feature, UI bijvoorbeeld. Pak die UI-bundel, sleep hem hierin. Ik doe store. UI gaat in de demo, voeg ik toe. En als ik nu... hij is al gestoord. Hoe kan dat? Dan is het niet goed gegaan. Ja, en ik doe store. Schakel ik over. Doe ik weer een LB. Oh, was er nog niet. Of dat is niet. Ja, daar komt hij. Wat hij nu doet... Hij deployt alleen maar de delta, dus die applicatie draait al. Er is een bundel, een nieuwe bundel bijgekomen. Hij deployt alleen maar de delta, deployt die in mijn target. En die target blijft gewoon draaien, komt een nieuwe bundel bij, een nieuwe feature aan je applicatie toegevoegd. Het is ook helemaal semantisch versioning aware. Dus als ik een nieuwe versie van mijn simple implementatie zou maken, ik release hem, stop hem in Apache Ace, ja, stop ik hem in mijn distributie, deployt hij die automatisch. Ik kan dat helemaal automatisch laten gaan. Ik kan state gates bouwen, waardoor ik manual zeg maar, approvement moet doen om zo'n jaar door te laten gaan naar de productieversie. Maar op deze manier kun je zonder downtime je productieservers updaten. Nou, wij gebruiken dit bijvoorbeeld in een cluster setting. Misschien wil je ook nog zien dat hij het doet, of geloof je het wel? Nou, geloof het misschien wel of niet. Nee, geloof je het niet? Even kijken. Jammer, ik had gehoopt dat je het zou geloven. Kom, doe eens even leuk mee. Oh. Oh. Nou, hij heeft er geen zin in vandaag. Wat is met mijn scherm? Is met mijn scherm aan de hand? Ja, kom. Ja, komt hij? Komt hij niet? Dit geloof ik wel eventjes. Zometeen. Even terug naar slides. We zijn bijna door de tijd heen. Mijn klikker hier. In productiesettings gebruiken we dit bijvoorbeeld in de Amazon Cloud om volledig dynamische deployments te kunnen doen. Dus wat we doen is, we gebruiken de Amazon Autoscaler of die van Microsoft Azure of wat voor cloud omgeving we gebruiken. Daarin maken we een script voor de load balancer. En we zeggen bijvoorbeeld, 's ochtends om 9 uur moeten er een aantal images opgespind worden. Want we maken bijvoorbeeld educatieve software, dus dan komen de leerlingen de school binnen. En dus die gaan werken vanaf een uurtje of 9. Dus er worden een paar images opgespind. Die load balancer start een nodus. Op die node wordt met een automatisch scriptje wordt, zeg maar, die ACE agent gestart. Die connect aan een provisioning server. En download daar zijn distributie automatisch. Nou, vervolgens gaat dat draaien. Als die load balancer detecteert dat het een beetje druk wordt, start hij een nieuw image op. Die downloadt ook weer automatisch van ACE. Dus dezelfde versie van die software. Gaat vervolgens in het cluster meedraaien. En de load balancer detecteert dat hij up is. En gaat vervolgens requests over dat cluster heen distribueren. Hebben we tussentijds een nieuwe feature. Ja, wordt er iets toegevoegd. Nou, dan bouwen we gewoon een nieuwe OCI-bundel. Klappen dat ding in Apache Ace. Zeggen van, sleep maar in die distributie. En hartstikke idee, nieuwe feature wordt gewoon live gedeployed in een draaiende applicatie. Gaat een van die noden van dat cluster raar doen gedurende de dag? Nou, dan zegt de load balancer, oké, misbehaving node. Dan killt hij hem gewoon. We saven de log er nog eventjes vanaf om te kijken wat er aan de hand was. En hij staat gewoon een nieuwe node op. Die connect weer aan Ace, download de software. En dan wordt iemand zeg maar ingesigned van, ga eens kijken, want ik heb een rare log en er was een node failure. Maar ondertussen draait die applicatie gewoon door en dan heb je een soort van self-healing cluster. Natuurlijk self-healing niet voor bugs, maar wel voor het cluster. Op deze manier kunnen we die bugs heel snel fixen met een hotfix. Deploy je gewoon een nieuwe bundel. Hartstikke idee, wordt automatisch gedeployed. En zo heb je je continue deployment. Hartstikke handig voor experimenteren, maar ook hartstikke handig voor productie-ready high availability clusters, waar wij regelmatig mee te maken hebben. Dus ook dit ziet eruit als een heel eenvoudig product, maar het is superkrachtig onder water.
Als je meer van Apache Ace wil weten, dan is er aan het einde van de middag nog een praatje over provisioning de IoT. Als je die op je programma hebt, dan zie je nog heel veel meer van Apache Ace. Want hier zie je hoe ik het gebruik voor cloud servers. Maar we gebruiken het ook om bijvoorbeeld devices te provisionen. Bijvoorbeeld tablets, wat ik al zei, maar het kunnen ook Raspberry Pi's zijn of nou ja, wat voor kleine devices je ook hebt. Als het maar een Java runtime met Cloudloaders kan draaien, dus OSGI heeft, dan kunnen we erheen provisionen. Het coole van Ace is, je kan er ook eigen interpreters voor bouwen, dus je kan niet alleen bundles deployen, maar je kan ook bijvoorbeeld SQL scripts, en dan bouw je een interpreter daarvoor en dan update hij de database mee op het moment dat er een nieuwe module wordt gedeployed. Of je geeft hem een configuratie interpreter en dan kan die op basis van configuratiefile changes maken aan je applicatie. Ja, dus Ace is wat dat betreft heel erg uitbreidbaar. Het is ook geen single point of failure, je kan ook Ace in een geclusterde opstelling zetten. Dus dat je een hele batterij van Ace-servers hebt, dus gaat er eentje down, dat je dan nog andere hebt aan wie de nodigste nieuwste versie van de software kunnen vragen. Nou, tot zover eventjes deze introductie in modularity en cloud. Ik hoop dat je een aardig beeld hebt gegeven van op welke wijze je modulaire applicaties kan maken, waarom je het zou moeten willen. En ook dat er een hele goede match is tussen die modulariteit en bijvoorbeeld cloud of IoT applicaties. Omdat je die deltas kunt provisionen, omdat het dingen moeten zijn die altijd aan zijn, die je dynamisch moet kunnen updaten enzovoort. Wil je meer weten? Shameless self-promotion. Boek. Wil je dat boek goedkoop? We blijven natuurlijk Nederlanders. Hè? Dan staan hier een hele batterij kortingskaartjes. Krijg je hem voor de helft. Dus nou, de betere promotie kan ik niet maken, denk ik. Wil je hiermee aan de slag? Nou, nadat je het boek hebt gelezen, ga je naar amdatu.org. Amdatu is het open source project waar ik de componenten van gebruikte. Hele sloot aan componenten die je kunt gebruiken om cloud-applicaties te kunnen bouwen. Dit is een oude screenshot van de site. Inmiddels staan er allemaal hele coole video's op met tutorials. Een beetje in de vorm zoals ik het net ook heb gedaan. Waarbij je zeg maar spelenderwijs al die componenten leert kennen. En wanneer je en hoe je ze in productie kunt gebruiken. Er zit REST in, security, multi-tenancy, JPA, MongoDB. Verzin het allemaal maar. Alles wat je nodig hebt om cloud-applicaties te kunnen bouwen zit in Amdatu en is allemaal open source en dus gratis te gebruiken. Community die wij zelf gestart zijn vanuit Luminus. Inmiddels zitten er een heleboel van onze klanten ook op. Internationale mensen, ook op de mailinglist, die is bijzonder actief. Ook internationale bedrijven die hieraan meebouwen inmiddels. Dus als je er zin in hebt, je bent van harte uitgenodigd om in deze community mee te bouwen. Je feedback te geven en onderdeel van de mailinglist te worden. Dan denk ik dat ik vies door mijn tijd heen ben. Dus bij deze wil ik jullie bedanken voor de aandacht. En als je vragen hebt, dan kom naar de talk even naar beneden. Dan ga ik ze beantwoorden. Dankjewel.